Het is weer NAC TV bij Breda Nu. Afgelopen donderdagavond zat ik in de studio en ja, ik bluff altijd. NAC, Jong PSV 6-0. Nou, ik had de lachjes op mijn hand. Maar kijk zelf maar eens even mee. Ik geef het commentaar weer over aan Sander en aan Joost. Jammer, van Na had iets meer ingezeten. Maar goed, NAC nog altijd in balbezit. En Alleman staan op de helft van Jong PSV. Ja, bal nu naar de linkerkant van het veld door Van der Weg. Meegegeven aan Gorter. Blijft die bal hangen in het 16 meter gebied. Of kan die bal ingeschoten worden? Is het daar het doelpunt in de derde minuut van deze wedstrijd? En is het dat afvallende balletje wat op de rand van de 16 klaargelegd wordt voor Seuntjes. En die haalt met links heel erg hard uit. En verschalkt zoals eerste Luc Koopmans. Keeper van Jong PSV. En zo hebben we na 3 minuten al een hele leuke stand op het bord staan. Tja, 1-0 en de vlag die gaat uit. En ik hoorde 10-10-10 al roepen. Nou, dat is natuurlijk wel lekker voorbarig. Maar om zo te beginnen, ja, dat is geweldig. De bal die inderdaad afviel. En hoppa, in één keer erin geknald. Als steentjes goed in de rechtsboven. Je ziet dat PSV nog om de landstitel aan het strijden is. Want het eerste elftal en alle selectiespelers die daarbij zitten, zitten vanavond niet in de selectie van Jong PSV. De enige die we kennen natuurlijk, zoals Joost al aangaf tijdens de voorbeschouwing, dat is Menno Koch, die een wedstrijd of 9 voor NAC heeft gespeeld. Verder Simon Palsen, die teruggekomen is van een blessure en op dit moment door Willems uit de selectie gehouden wordt bij PSV. En daardoor de enige is met wat eredivisie ervaring. Goedmanson? Ja, Goedmanson heeft nog heel weinig gespeeld voor PSV. Ik denk hooguit een wedstrijdje nog 2. En nu Gorter trouwens, die we maar even gaan volgen, want die heeft een aantal bewegingen in huis. Geeft de bal prima mee aan Ars. Ars kan hem meegeven richting de tweede paal. En mist een eigen doelpunt. Het is een eigen doelpunt vanuit de voorzet van Ars. Die vanaf de rechterkant gegeven wordt het 16 meter gebied in. En staat daar die Augustine Loof met nummer 2. Die probeert de bal weg te werken voordat hij Unal bereikt. En schiet hem dus in eigen goal. En zo hebben we hier 11 minuten gespeeld. Er staan er toch al 2 doelpunten in het voordeel van NAC, nog een beetje voorin staat. En iedereen is aan de linkerkant bij Gorter. Gorter die de bal voor heeft gegeven is het Unal. Unal net buiten het strafgebied. Matis maakt zich vrij, maar dan te lang in balbezit. Verliest dan ook de bal. Inderdaad, PSV dat zich nu aan het ingraven is, maar aan de rechterkant dan toch eruit kan komen via Loof. Nou, dat kan dan wel, maar die gaat de verkeerde kant op. Die gaat namelijk de zijlijn opzoeken. Gooit de bal dan dus heel hoog de lucht in. De reden daarvan is om eigenlijk ervoor te zorgen dat de PSV-verdediging weer met 11 man achterin kan gaan staan. Dan weet je een beetje tijd te rekken. Dan nu aan de linkerkant komt de bal voor van Nak. En dan moet hij de 3-0 komen. Ja! Ja, daar is hij. Bal voor richting Ars. En die kan daarbij. En die zit dan zijn voetje daartegen. Dan gaat hij in de rechteronderhoek gaat hij erin. En dan staan we hier na 23,5 minuut zelfs op een 3-0. En die 10. Ja, het kan nog steeds. Het kan absoluut nog steeds. Gorter brengt de bal ineens in het 16 meter gebied. Komt niet bij een speler van NAC terecht. Is het Na die wel probeert het Palsen wat lastig te maken. Die wijkt uit naar de zijkant. Moet uiteindelijk de bal langs de lijn spelen. Komt de bal in de voetjes van Duarte terecht. Die gaat wat onnauwkeurig om met de acties en de mogelijkheden die hij krijgt. Is het Sam Lammers namens PSV die niet bij de bal kan. En heeft via Ten Rouwelaar in dit geval van Dielmen weer balbezit voor NAC Breda. Ja, met een tandje hoger en wat meer via de zijkant. Dan zou er zeker een hogere score op het scorebord staan hier. Want PSV is echt rijp voor de slag. Het is echt geweldig slecht in dit geval. Terwijl de wedstrijd tussen Volendam en Sparta nu op 1-0 is gekomen. Ja, eigenlijk logisch, want Sparta is er natuurlijk al lang. Draaide niet al te best, maar wist dat ik eigenlijk ook niet veel punten meer nodig had. En nu is 1-0 achter. Ik vind het niet onwaardig. Nu overigens gevaarlijk eventueel. Heel gevaarlijk. En die bal zit er gewoon in. Hij zit er gewoon in. Het is PSV die een doelpunt maakt zomaar. Een van de enige keren dat het voorin is, is het mooie fiets. Die aan de linkerkant van het strafschopgebied denkt van ach, weet je wat. Ik sta nou toch in de richting van Ten Rouwelaar. Laat ik die bal eens een keer met een curve in de rechterhoek schieten. De linkerkant van Ten Rouwelaar. Nou, dat doet hij op zo'n manier dat hij precies op Ten Rouwelaar heen gekruld wordt. En dan via de paal ineens binnen druppelt. Ja, raar. Maar dat is het race 3-1. Heel bewonderenswaardig. En dan is het toch jammer gesprek op deze wedstrijd dat PSV hier gewoon een doelpunt maakt. En het is niet voor de eerste keer dat NAC het doelpunt niet kan tegenhouden. Was dat de gevaarlijkste man in het elftal van Jong PSV? Het zal uiteindelijk NAC nog op moeten passen. Foute paas van Na in de richting van Dielmen. Die glijdt uit. Kan de bal overgenomen worden door Lammers. Lammers in de richting van Ten Rouwelaar. Die kan de bal erbij pakken. En wordt er een penalty gegeven. Er wordt een penalty gegeven in de 36e minuut van de wedstrijd. En geeft NAC het dan weg? Nee. Ja, ik wou bijna zeggen dat Ten Rouwelaar nog een rode kaart zou pakken. Maar het is in dit geval een gele kaart gegeven door scheidsrechter Blank. En gaat NAC het nou in 2 minuten tijd helemaal weggeven, Joost? Nou, het zal
Ja, het zal er niet. Het is een hele rare wedstrijd dat wordt op deze manier. Waar eigenlijk echt geen veld aan de hand was. Waar PSV het absoluut niet kon bolwerken. Maar het ineens vertrouwen krijgt. De ene actie, de tweede actie ineens erachteraan. En dan hier de goal. Ja, het zal een hele andere wedstrijd gaan worden als deze erin gaat. Mislukt deze, dat is de andere kant van de medaille. Dan krijg je natuurlijk een NAC wat ja, zich toch weer wat beter voelt. Waar PSV dan ja, misschien toch weer even gaat denken. Misschien gaat het niet lukken. Vier spelers maar liefst even bij de trainer. Maar goed, daar gaat het niet om. De bal nu op de stip. Die gaat genomen worden. Komt hij en die gaat erin. Het is dan de doelpuntenmaker Leemans. Die hem droog in de rechterhoek vanaf hem gezien schiet. En dan is de spanning eigenlijk weer helemaal terug. Onnodig in 3-4 minuten tijd. Hier twee goals voor PSV. Er zijn veel PSV's daar ook achterin. Goed, het is buitenspel. Betekent dat daar een vrijtrap genomen gaat worden. Gebeurt aan de linkerkant meegeven aan Bojevic. En dan kan PSV weer er vandoor. Ja, die poort zijn directe tegenstander weer even. Is Duarte die door de benen gespeeld wordt. En dan zien we vervolgens dat de bal even in een flipperkast situatie terechtkomt. Achterin bij Lazic. Kapt zijn directe tegenstander Bojevic uit. En kan vervolgens met de bal opdribbelen in de richting van de middenlijn. Geeft dan vervolgens een hele slechte paas. En zien we vervolgens dat de nummer 7 van PSV, Gudmundsson, onderuit gaat. Waardoor NAC uit kan breken. Is het Matic die de bal meegeeft in de richting van Seuntjes. 1-2 aangegaan met Unal. En kan Seuntjes de bal binnenschieten. Is het de 65e minuut van deze wedstrijd. En dan zie je, Joost, als er snelheid in de aanval van NAC zit, dan komt het goed. En het heeft weliswaar tot de 65e minuut van deze wedstrijd moeten duren. Voordat het tweede doelpunt van Mats Seuntjes op het bord staat hier in het Radverlegstadion. Prima combinatie van NAC. Hele goede aanval. Nummer op zijn rug staan. Hebben we nog 8,5 minuut officiële speeltijd. En ja, ik ben een beetje bang, Joost, dat de wedstrijd aan doodbloed is. Het is een beetje een nachtkaarsje, ja. Wat uit aan het gaan is. Ja, daar waren we al een beetje bang voor. Ja, NAC had dus niet zo nodig meer hoeft. Heeft de winst binnen. En ja, maar misschien nu toch aan de rechterkant. Komt die bal voor. Ja, daar gaat hij erin. Ja. Hij zit er alsnog in. Unals was daarbij betrokken. Maar net als bij die tweede goal van NAC. Ja, was het daar, was het Unal al die bal maakte. Ondanks zijn eigen goal, dat is de vraag. Nou, Unal was er in ieder geval bij betrokken. Die bal via de paal, via de andere paal. Die aan klutsen in de goal. En dan is het hier in de 82e minuut 5-2. Ja, klopt inderdaad. En hadden we eerst Augustine Loof inderdaad opgeschreven voor de 0-2. Bleek dat achteraf inderdaad Unal te zijn. Maar nu is het toch echt Loof. Die de bal keihard tegen zijn eigen paal aanschiet. En dan ook nog eens een keer de binnenkant van de paal. En dat zorgt ervoor dat we dus de 5-2 op het bord hebben staan. Door Unal, maar die speelt de bal te ver van zich uit. Gaat de scheidsrechter afblazen? Nee, want dat zit op NAC nog een keer kan. Nu NAC met Verbeek naar de rechterkant de bal. Maar die is heel slecht. Ja, scheidsrechter, ik zou bijna zeggen, pak het fluitje. Fluit niet één keer, zodat die bal er nog een keer komt. Maar fluit gewoon drie keer. Stop ermee. Het is klaar wat mij betreft. Dat gaat de scheidsrechter waarschijnlijk ook doen. Nee, hij laat nog even doorfluiten en zegt dan van, nou ja, weet je wat, ik stop er dan toch maar mee. 5-2 hier, derde minuut, Seuntjes 1-0, Unal 2-0, 11e minuut, 24, Ars 3-0. Bojevic maakt het 3-1 in de 35e minuut, Leemans 37, 3-2, Seuntjes met de 4-2, de verlossen in de 65e minuut. En Loof het eigen doelpuntje in de 82e minuut, toen werd het nog 5-2. Soudars, gefeliciteerd met de overwinning, maar natuurlijk ook met je verjaardag. Hoe is het om op je verjaardag een wedstrijd te spelen? Nou, dat bevalt tot nu toe redelijk goed, want volgens mij is dit denk ik de tweede keer dat ik op mijn verjaardag speel en dan scoor ik ook altijd. Dus. Nou ja, zonavond uiteindelijk 5-2 winnen, dat is natuurlijk een prima resultaat. Met name de eerste zelf, eerst 35 minuten, ziet hoe we spelen en hoeveel strijdpassie en hoe sterk we aan de bal zijn. Doen we eigenlijk alles goed. Maar goed, dan is het jammer dat je natuurlijk wel vlak voor rust nog in die laatste 10 minuten twee goals tegen krijgt die eigenlijk uit het niets ontstaan. Die we zelf weggeven. Ja, dat is wel een beetje frustrerend. Vooral omdat je eigenlijk naar de play-offs aan het toewerken bent en in dat soort momenten in de play-offs natuurlijk dodelijk kunnen zijn. 3-0 voor, ik denk dat we een beetje daar laks mee omgingen. Dat we dachten van ja, we zijn er al. En dan zie je gewoon dat het toch bijna mis kan lopen. En hoe kan dat dan gebeuren? Ja, ik denk gewoon scherpte. En wat ik net zei, met je laks, dat we laks werden. En dan heb je Dom Bavlis en dan krijg je die goal achter. Je zegt zelf ook, we werken naar de play-offs toe. Hoe kan het dan toch dat op dit moment in de competitie dat nog steeds gebeurt in het elftal? Ja, zeg jij het maar. Nee, ik denk dat het gewoon twee slordige momenten van ons zijn. Persoonlijke fouten waarin PSV dat op dat moment afstraft. Ja, en ik weet niet of dat met laksigheid te maken heeft, dat kan. Want de eerste 35 minuten speel je prima, kom je goed op een 3-0 voorsprong en dan moet je hem eigenlijk doordrukken.
Ja, dan is het natuurlijk logisch dat je daarna iets gas terugneemt. Alleen, ja goed, op het moment dat je zo die ballen weg gaat geven, dan breng je jezelf onnodig in het probleem. Je speelt best een behoorlijke wedstrijd, vind ik. We hadden het op de tribune over. Tegen een tegenstander die kwalitatief niet zo heel goed is zoals Jong PSV, heb je het als defensief middenveld natuurlijk wat makkelijker. Denk je dat je ook tegen een sterkere tegenstander, zoals bijvoorbeeld Eindhoven of Excelsior, zou kunnen spelen? Ja, ik denk het wel, ja. Alleen vandaag waren we beter en misschien PSV hebben ook veel jonge jongens, waardoor het misschien makkelijker ging. Maar ik denk als we een sterke tegenstander krijgen, dat het ook wel goed zou kunnen gaan. Dan naar de play-offs. Je bent natuurlijk zeker van de play-offs. Volgens nog wordt het Eindhoven eerste ronde. Heb je zelf voorkeuren? Nee, eigenlijk niet. Weet je, play-offs blijven wedstrijden op zich. Ik heb er ook al een aantal gespeeld. Ook veel gewonnen, gelukkig moet ik zeggen. En ja, weet je, dat blijft een loterij. En je zag het aan de Graafschap vorig jaar, die werden zevende. En Volendam speelde toen in eerste instantie tegen Eindhoven. Die dachten, nou, het wordt een hele lastige pot. Die wonnen ze uiteindelijk. En uiteindelijk gingen ze tegen Graafschap ten onder. Dus ja, weet je, dat zegt allemaal niet zo heel veel. Het zijn wedstrijden op zich, moet je gewoon klaar voor zijn. Mentaal moet je daar staan. En ik denk dat we dan zeker genoeg kwaliteit hebben om daar een hele goede kans te maken. Luis Pedro, waarom zou ik je eigenlijk weer voor de camera willen hebben? Ja, omdat ik morgen speel en omdat ik vlak voor de voorbereiding de winnende goal heb gemaakt tegen Almere City. Dat is sowieso wel. Trouwens al 4 goals, hè? Ja, dat is al aardig wat. Het liefst had ik er al meer gemaakt, maar oké, dat is niet het geval. Wat is jouw stekje morgenavond? Sorry? Wat is jouw plek morgenavond? Gewoon mijn betrouwbare plek, centraal achterin. De voetbalhumor is in ieder geval wel goed bij jullie. Ja, ze zitten wel goed bij die jongens. Ja. Heel veel succes en ik hou het op gelijkspel, is toch zat, joh. Nee, we gaan gewoon winnen morgen. En succes. Okay. Marinus, morgen de afsluitende competitieronde, reguliere competitie. Ben je nou hier een beetje moe van constant praten over die na-competitie? Nee, want na-competitie is geweldig om naartoe te leven en ook om te spelen. Het zijn heerlijke wedstrijden en dan gaat het echt ergens om, nu ook nog, maar straks gaat het echt om een promotie, dus nee, dat is logisch iets. Toch vind ik dat er te veel supporters en waarschijnlijk ook meer mensen in de club het constant met hebben. Ja, wie we nou de volgende ronde, zijn eerst gewoon maar Eindhoven verslaan? Nou, dat vind ik wel een gevaar, want zeker als het Willem II wordt, dan is dat zo gevaarlijk, dat leeft zo enorm hier. Ik zit daar veel nuchter in, omdat ik dat van buitenaf bekijk en ik ken die sentimenten van horen zeggen, maar nooit zelf ervaart. Ja, en Eindhoven is gewoon een goede ploeg. Dus nou, dat is voor mij iets om te bewaken. Want als we daar overheen gaan kijken, dan kan dat fataal zijn. Ik had bij de collega's van de radio gezegd vorige week de Toto 6-0. Je had 7-0 geloof ik in gedachten. Wordt opeens 3-2. Hoe komt dat het toch terugzakt dan? Nou ja, ten eerste de 3-1 was gewoon een goede goal. Ook kwaliteit die PSV heeft. En daarna vind ik ons wel wat terugzakken. Dan vind ik dat we dan toch wel wat weinig leiding in het veld nemen. Om even te zeggen van nou, we zitten even minder fase, speel even uit tot de rust. Dan blijven we maar aanvallend denken. Dus daar hebben we het van de week uitgebreid over gehad. Dan hebben we moeite om de organisatie even simpel te houden. Dan willen we maar voetballen en aanvallen en doelpunten maken. En dat is goed. Maar je moet ook een moment in de wedstrijd kennen. Dan nu even wat soberder. Ga je er nog wat te doen of door elkaar te gooien? Dat doe ik positief, hè? Nee, we hebben het van de week uitgebreid besproken. Rob is een specialist in het verdedigen. Dus je hebt uitgebreid analyse gemaakt met tekeningen, met beelden. Dat zag er echt fantastisch uit. Dus je moet er met de spelers er bewust van maken dat ze gaan herkennen. En daar hebben we op getraind van de week. Dus ik hoop dat we daar weer een stap in gemaakt hebben, ja. Nou, ik heb mijn jasje in ieder geval al aangepast. Jullie gaan naar Manchester City. Leuke onderbreking, toch wel voor de na-competitie? Ja, is geweldig. Je bent 2 weken vrij, hè, tussen Eagles en de eventuele Eindhoven. Dus dat is een lange periode, dus ik heb een paar dagen vrij. Ik wil graag op trainingskamp. Nou ja, als je dan naar City kan, als je ziet waar je daar kan trainen. Ja, dat ademt topsport. Dus dat is wel energie en trigger voor iedereen. Dus dat is een geweldig iets. Nou, morgen in ieder geval de laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie tegen Almere City. Ik heb tegen jou gewoon een solo remise. Waarom? Nou, City heeft natuurlijk al die periode en NAC heeft ook al die periode. Dus je gaat elkaar toch niet
echt voor de voeten lopen wel. Heel graag winnen. En het liefst met een goede uitslag. Want we willen en het publiek nog meer achter ons krijgen. Dat was de laatste wedstrijd alweer hartstikke goed, vond ik. Je merkt dat je positief wordt. Het is belangrijk om dat te winnen. Je moet altijd winnen met NAC. Of je nou tegen Almere speelt, straks Eindhoven. Je moet elke wedstrijd willen winnen. Want dat is belangrijk bij deze club en terecht. Succes morgenavond en we treffen elkaar. Heel bedankt. Ja, ooit zat ik in het programma aan de tafel van drie met Richard Smit. De topfysiotherapeut uit Amsterdam. Hij behandelde destijds David Beckham en ook Diego Maradona, toen nog spelend voor Napoli. En hij zegt tegen mij, ik ga het betaalde voetbal halen naar Almere. Nou, dat is wel gelukt, want de zwarte schapen gingen toen voetballen in Almere op het Pok de Korvenplein. Prachtig zwarte nu, rode veehals. Tijden veranderen, de namen zijn ook veranderd. Van Omniworld, Flevoland naar Almere City FC. En deze ploeg heeft namelijk wel de na-competitie al bereikt via de periodetitel. En niet heel toevallig morgenavond de tegenstander van NAC. Ja, NAC speelt uiteraard ook na-competitie. Dus ik hou het morgenavond NAC tegen Almere City op een salon remise. Wat mij betreft 2-2. Nou ja, goed, we kunnen kijken naar de NAC TV. Trouwens, vanavond, als je nou helemaal niks te doen hebt, ook eens even blijven kijken. De verdwenen kool van Ton Cornelissen bij Bredo Nusport. En daarnaast ook bij de radio, 076 Radio. Prachtige reportages wat de jongens altijd weer brengen. Live in de uitzending. Nou, dit was het weer. Graag tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Zelfde tijd, zelfde zender.